Dames en heren, hartelijk welkom bij Fanmail, aflevering 32. Echt 32 afleveringen Fanmail. En ik heb hier weer een, ik begin gelijk met iets. Ja, het is een envelopje, maar het voelt een beetje dik. En ik durf er, als ik in druk, is het wel zacht. Dus ik stop met drukken. Van je grootste fan. En achterop staat het ook. Staat Goofy en Mickey. Ik ben benieuwd. Heel leuk ja, met stickertjes bedekt. Ik laat het zo zien jullie. Er zit een briefje bij. Met een... Het is een fanmail van het zusje van Roy. Je was nog wat vergeten, vies peuk. Groetjes Lene en het enorme zwembad. Nou, ik had een pleister had ik nog vergeten. En hier zit de pleister. Die hebben ze gewoon meegestuurd via fanmail. Wow. Maar er zit dus ook een koek bij. En die koek, die is dus van mij geweest. Want die heb ik nog laten liggen waarschijnlijk. Wauw. Nou, ik denk dat dit Lene is natuurlijk. En Lene, dankjewel voor je fanmail. Ik had het niet verwacht. Ik dacht in het begin van... Is dit een pleister? En toen las ik die tekst pas. Ik dacht van... Wat? Nou, Lene, echt... kusjes voor jou. En bedankt voor je fanmail. Wil je ook een fan besturen? Dan kan dat. Wauw. Ik ben helemaal verbaasd. En ja, ik heb een envelop met mijn adres erop. En toen had ik zoiets van... Waarschijnlijk hoort deze brief... aan mij gericht, weet je. Want ja, mijn adres staat erop. Ik kan het wel navragen, maar ja, wie kan je het navragen? Ja, de postbode, maar die is al weg, weet je wel. En het voelt als een dik pakket. En het zijn ook een aantal briefjes bij elkaar. Het is echt een stapeltje. Het zijn volgens mij weer heel veel tekeningen. Laat ik beginnen met de brief. Dat is wat eerst. Het is helemaal met de hand geschreven en ik zie dat het een heel leuk, goed handschrift is. Dus het is makkelijk om te lezen. Fanmail. Beste Vincent, dat ben ik. Ik ben Jordan en ik ben 16 jaar oud. Hallo Jordan. Ik ben een enorme fan van jou. Daarom schrijf ik deze fanmail. Dit is echt zo logisch als maar zijn kan. Deze fanmail is nou al gewoon een 10. In deze fanmail zitten 4 kleurplaten die ik helaas niet heb gekleurd. Maar jij mag ze kleuren als je zin hebt. En als je tijd hebt. Je bent mijn favoriete YouTuber. Ik kijk je video's graag en ze zijn altijd grappig. Vooral van Disneycraft. Ik hoop in de toekomst nog meer te zien, dus stop niet met YouTube! Ik ga het proberen. Ik hoop dat ik jou in het echt ontmoet, want ik woon vlakbij. Wie weet. Ik hoop dat deze fanmail, dat je hem leuk vond. Dit zijn mijn contactgegevens, zegt hij niet in de fanmail. Skype, jo. Ik ga naar tekeningen kijken. Wauw, Mickey. Die is wel heel schattig trouwens. Ik heb hier... Ik denk dat dit Donald is. Met een bloem. Hele mooie inkt heb je trouwens wel. En ik zie al lief Mickey met Pluto samen. Lekker kroelen. En de laatste is natuurlijk... Ik had hem eigenlijk wel stiekem verwacht. Donald Duck. Echt super coole tekeningen. Ik vind het tof dat je ze hebt meegeleverd. In deze grote fanmail. Super tof. Geef vooral een groen duimpje aan Jordan en zijn leuke fanmail. En zie ik je volgende keer terug bij een nieuwe fanmail. Doei doei!